Behalve dat men in de amateurfilm allerlei formaten uitprobeerde, trachtte men ook allerlei systemen, bijvoorbeeld niet op nitraat filmen, maar gewoon op papier beelden zetten. En een daarvan werd in Japan uitgeprobeerd in 1926, de Refki projector, die met beeldjes op papieren band, 26 mm brede papieren band zetten. Daar zat een lamp in de camera en er was een spiegel die het beeld sterk verlichtte. En dan werd hier het beeld geprojecteerd, wat heel zwak geweest moet zijn. Dit is een Engelse productie van een papierfilmcamera rond 1930. Voor 35 mm papierfilm. Er werd mee opgenomen. En hier werd een lichtbundel ingestraald die de papierfilm in het filmkanaal verlichtte en via de projectielens eruit liet komen. Er is heel weinig bekend over mensen, amateurs, die het echt gebruikt hebben. Het zal wel niet erg succesvol zijn geweest, want er is heel weinig over deze camera bekend. En er bestond natuurlijk ook een behoefte om zelf films te tekenen. En om op de film te tekenen is natuurlijk moeilijk, maar op papier kon het wel. En zo kwam er na de oorlog in 2007 een poging om weer opnieuw zo'n papieren projector te bouwen van plastic stukken. En daar kon men papieren film bij knippen. En eventueel kon men blanco film zelf betekenen. Dus dan had je een cinema met je eigen tekenfilms. Of je kon dit gebruiken. En daarvan hebben we dus ook een voorbeeld. Hoe dit inderdaad op het witte doek uitgebeeld werd, geprojecteerd werd. Deze Refki camera is vrij zeldzaam. Zelfs in Japan weet men nauwelijks het bestaan ervan. Het ontbreekt een lens en er ontbreekt een lamp in. Maar verder werkt het allemaal